ADO Den Haag moet eind juni weg uit het Zuiderpark. Er gaat dan begonnen worden aan de bouw van een multifunctioneel sportcomplex waar uiteindelijk ook de Haagse club gaat trainen. Tot die tijd zoekt ADO ergens anders onderdak. De club heeft nu haar ogen laten vallen op het complex van HSV Eskamp. Christian Supusepa is zondag niet inzetbaar in de wedstrijd tegen AZ. De verdediger kreeg tegen Heerenveen direct rood en moet één wedstrijd toekijken. Alexander Radosavljevic en Christian Koem staan voor de wedstrijd tegen AZ op scherp en zijn bij een volgende gele kaart geschorst. Jordi Brouwer is vertrokken bij ADO en heeft zich inmiddels gemeld bij Haaglandia. Bij de topklasse houdt hij zijn conditie op peil en diezelfde club gaat onderzoeken of hij na de winterstop misschien kan spelen voor de club uit Rijswijk. ADO oefent volgende week vrijdag tegen FC Dordrecht. Die wedstrijd stond in de voorbereiding al op het programma, maar werd toen uitgesteld door het Europese voetbal. Waar de wedstrijd gespeeld wordt is nog onduidelijk. En de Haagse club wil verder met Gino Coutinho en Christian Koem. Beide spelers hebben een aflopend contract. Met de doelman is inmiddels gesproken. Met Christian Koem moet de club nog om tafel gaan zitten. Kom maar, sluit aan.